Ja, ik praat verder met Kurt De Loor van de SPA. Dag meneer De Loor. Goedemiddag. Ik hoorde u in de plenaire zeggen, de integratie van OC&W's en het gemeentebesturen, dat gaat veel te veel over structuren. Klopt, wel, dat is nu tot de tweede keer toe bewezen, hè, met deze tweede conceptnota van minister Hoemans, die enkel over de structuren gaat. Het gaat daar niet over hoe kunnen we dat lokaal sociaal beleid in de gemeentes, hoe kunnen we dat gaan versterken, welke ingrepen zijn er nodig, welke pistes moeten we bewandelen om dat te doen. Nee, het gaat daar enkel over de structuren. In deze conceptnota staat er enkel... Misschien is die aanpassing van die structuren wel nodig om dat lokale beleid net te gaan versterken. Ik hoorde haar zeggen, dat is de doelstelling, een lokaal sociaal beleid. Gelooft u haar niet? Wel, ik denk dat zij met een middel met een doel verward. En het doel moet zijn om het lokaal sociaal beleid te versterken. Hoe kunnen we de dienstverlening die er vandaag is, hoe kunnen we die nog verder optimaliseren? En in mijn ogen moet je dan eerst een evaluatie maken van de bestaande werking om dan te kijken waar moet aangesleuteld worden. Dat is totaal niet gebeurd. De OC&W's en hun dienstverlening worden van tafel geveegd. En ze zegt, nu gaan wij er vanuit Vlaanderen gaan opleggen hoe dat jullie het in de gemeente moeten doen. Ja, hoor ik u zeggen, die OC&W's leveren wel goed werk. Er is eigenlijk geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. U hoort mij zeggen dat die OC&W's inderdaad zeer goed werk leveren, dagelijks. Maar zoals bij alles kunnen we altijd naar optimalisatie streven. En dat moeten we hier ook doen. Zijn wij überhaupt tegen een integratie? Absoluut niet. Maar laat ons een keer de zaken aanpakken, ja, met als uitgangspunt dat versterken van die dienstverlening. Ja. Ik hoor u nu zeggen, wij zijn niet tegen integratie, maar eerst kijken hoe we dat kunnen verbeteren, maar ik hoor natuurlijk de minister zeggen, ik moet die structuren aanpassen net om tot een beter beleid te komen. Maar het is het enige dat ze als uitgangspunt neemt. Wij hebben ook vanuit SPA, samen met de gewezen collega Ingrid Lieden heb ik dat gedaan, een conceptnota ingediend met als titel hoe kunnen we het lokaal sociaal beleid versterken. We hebben daar ook hier in deze zaal... Ja, in één volzin, hoe zou je dat doen? Wel, een keer kijken van hoe kunnen we meer gaan samenwerken met andere OC&W's, met andere gemeenten, maar ook met CAW's, Centra Algemeen Welzijnswerk. Hoe kunnen we dat gaan doen, ja, met alle actoren die al actief zijn? Als dat werk gedaan is, dan kunnen we praten over integratie. Of tegelijk, of gelijktijdig. Of gelijktijdig. Als dat nodig is, maar nu gebeurt dat niet. Ja. Het is daar enkel te doen om dat bestuurlijke, ja, en... U bent natuurlijk parlementslid, u kan dit nog eens op tafel leggen in de commissie, ja, om dit gelijktijdig te doen. Dat heb ik daarnet gevraagd, ook om dat ja, gelijktijdig te doen, om, ja, onze conceptnota te behandelen. Ik hoorde u ook zeggen, de conceptnota, niet die van u, maar die van de minister dan, die rammelt juridisch. Klopt. U heeft dat gezegd in de plenaire. U bent zelf een jurist. Waar zit het fout? Wel, het advies van de Raad van State zegt dat je dat niet kunt uithollen, de bevoegdheden van iets dat federaal regerend geregeld is, dus van een OC&W. En dat is wat hier gebeurt? Maar dat is nu wat ze in haar conceptnota net precies opnieuw doet. Dus, en u weet, het spreekwoord zegt, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar ik vrees hier in dit geval dat het nog erger zal worden. Hè. En dat kunnen we als lokale besturende gemeente in OC&W missen als kiespijn. Dus die onduidelijkheid, die onzekerheid, ze hebben nu die duidelijkheid nodig, die zekerheid nodig. Maar die geeft minister van Bestuurszaken, die geeft minister Hoemans niet. Ze beweert opnieuw van wel, maar dat heeft ze het voorbije anderhalf jaar ook gedaan. Beweert dat er geen 2/3 meerderheid nodig was, dat alles wel zou in orde komen. Ja, vandaag weten we, ja, wel beter. Nu, er is natuurlijk ook wel een democratisch argument. Een gemeenteraad wordt gekozen, een OC&W-raad niet, toch niet door de burgers. Door dit nu samen te voegen, maak je de hele werking toch democratischer. Is dat geen goed argument? Dat kan nu ook, hè. Dus nu kunnen alle OC&W-raadsleden perfect gemeenteraadsleden zijn. Dus uw volledige OC&W-raad kan bestaan uit gemeenteraadsleden. Je moet het natuurlijk wel zeggen vooraf aan de kiezer. Hè? Maar als u dat als uitgangspunt neemt, dan wil ik een stapje verder gaan. In haar huidige conceptnota die ze vorige week heeft ingediend, staat er wel opnieuw de mogelijkheid om experten en niet gemeenteraadsleden lid te laten worden van het Sociaal Comité. Dus in feite... Dat Sociaal Comité dat zich moet buigen over individuele dossiers. Ja, dat klopt. Dus in feite... Alles wat al kan, herhaalt zij in haar conceptnota. Alleen legt ze bijkomende verplichtingen op waar dat er juridische onduidelijkheid opnieuw over is. En dat tast de gemeentelijke autonomie aan, zegt u. Dat tast inderdaad de gemeentelijke autonomie aan. Als u als minister al begint bezig te houden, wanneer moet een gemeenteraad vallen? Op dezelfde dag moet een OC&W-raad vallen. Ja. En dan ook het vast bureau is het college van burgemeester en schepenen. Dan vraag ik mij af, ze heeft nog net niet het lettertype bepaald waarin dat de uitnodiging moet opgestuurd worden. Ik heb nog één vraag. Een van de kritieken die de afgelopen weken onder meer bij buitenlandse journalisten hier in Brussel geleid hebben tot het
door het stigma failed state is de overload aan bestuursniveaus, beleidsniveaus naast elkaar, politieke verantwoordelijken die elkaar aanwijzen. Hier wordt een bestuursniveau de facto afgeschaft. Is dat niet al een eerste stap naar een vereenvoudiging die we moeten toejuichen? Wel, wij zijn vanuit SPA altijd volledig meegegaan in de oefening om die bestuurlijke verrommeling tegen te gaan. Daar zijn wij volledig in meegegaan. Alleen stellen we vast dat er nu bijkomende structuren en bijkomende bestuurlijke verrommeling wordt gecreëerd en bijkomende reglementeringen. Door een bijzonder comité op te richten. Door een bijzonder comité en vast te stellen wie moet daarin zitten. Okay. Hetzelfde. En ik denk dat dat echt geen... Dus in feite... Minister Goemans heeft de mond vol over lokale autonomie en over het tegengaan van bestuurlijke verrommeling. Wel, met haar conceptnota doet ze net tegenovergestelde. En dat is het laatste wat lokale besturen kunnen gebruiken. Kurt de Loor, bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Blijf bij ons, dames en heren. Zometeen komt Bert Maartens. Actua TV. Het hele verhaal.